De laatste fotoshoot, de laatste repetities voor de dansvoorstelling Aladdin. Deze familievoorstelling wordt uitgevoerd door deelnemers van de afdeling Klassieke Dans van Phoenix Cultuur in Schijndel. Docent Elmira van Maren staat te popelen om weer het podium op te gaan. Ik vind het zo fantastisch dat eindelijk wij mogen staan op het podium. Eindelijk we mogen dansen voor het publiek. Eindelijk dat onze Aladdin gaat door. Om ideeën voor de voorstelling op te doen, is zij met haar productieteam zelfs afgereisd naar haar geboorteland Oezbekistan. Dat is één land in de Centrale Azië. Dus mijn geboorteland. Dus dat waren wij samen in de woestijn, alle moskeeën, alle paleizen gezien. Kom ook terug in de voorstelling. We wisten al dat we Aladdin zouden gaan doen als productie. En hebben daar ook natuurlijk wel mooie kleding gekocht en wat inspiratie op gedaan. Dat klopt wel, ja. Voor de 16-jarige Diana van Maris komt bij deze productie een droom uit. Zij speelt de hoofdrol. Jasmine, de prinses. En in het verhaaltje wordt hij dan verliefd op de Aladdin. En dat. Een leuke rol, begrijp ik. Ja, heel leuk. Echt heel leuk, zeker voor een meisje. Het is echt een prinsesje, mag je spelen. En helemaal in de rol en heel leuk, ja. Jij danst al langere tijd, begrijp ik. Ja, klopt. Ik dans al vanaf 4-5 jaar. En ik ben echt van ballet heel erg gaan houden en blijven doen en wil het nog steeds heel lang doen. Ik vind het echt fantastisch. Leuk om te doen, ja. Is dit een droom die uitkomt dan? Ja, altijd wel op mijn lijstje gestaan. Altijd één hoofdrol krijgen in de dansshow. En hier sta ik dan dit jaar. Dus heel spannend en heel leuk, ja. En hoe is het om zo lang te moeten wachten? 2 jaar geloof ik, hè? Ja, klopt. Het was heel jammer dat het niet door kon gaan. Het werd weer verplaatst en nog een keer. Maar nu kan het uiteindelijk en staat het vast. En nu komt het steeds dichterbij. En ja, het is wel echt leuk dat het eindelijk kan. Er komt heel wat bij kijken voordat zo in productie op de planken staat. Zo heeft ieder zijn eigen rol. Mijn rol is om de techniek die in de productie tot stand komt, die nodig is, om daar samen met de techneut van het theater een goede invulling aan te geven. Dus ik bouw wat decorstukken, ik kijk mee naar de beamerpresentaties, de beelden. We gaan dingen laten bewegen op het toneel. Ik probeer dat technische stuk bij Elmira uit de handen te nemen en daar zo goed mogelijk dan een invulling aan te geven. Geïnspireerd op het beroemde sprookje 1001 Nacht, vertelt deze dansvoorstelling het verhaal van de liefde tussen de arme kleermakerszoon Aladdin en de rijke prinses Jasmine. Jasmine is dus een heel rijk meisje, is de prinses van Agrabat. En in het verhaaltje wordt ze verliefd op Aladdin, een hele arme jongen met weinig geld. Maar ze wil eigenlijk verstoppen dat ze eigenlijk zo prinses en koninklijk is. Maar uiteindelijk worden ze verliefd en doet Aladdin alles ervoor om bij Jasmine te komen in het prinsessenleven. Ja. Je kijkt ernaar uit, zie ik. Zeker, zeker. De geest, wat is dat voor een rol? Een hele vrolijke rol is dat. Eindelijk kom ik na 1000 jaar uit die lamp en mag ik meedoen met een ballet. Ja, wat is het mooier. En dan ben ik heel stijf, want nu ben ik helemaal weer de geest. Ja, heel leuk. Zeker weten. Ik speel de rol van Jafar, de slechterik. En wat moet hij doen? Is hij op je lijf geschreven trouwens? Ja, het is wel leuk om een keer te spelen, maar het is niet op mijn lijf geschreven, nee. Het verhaal wordt gedanst door 50 jonge en volwassen ballerina's. De jongste die op het podium haar dansje vertoont is nog niet uit de luiers. Ja, dat is vanaf 20 maanden. Dus ik heb alle jongste, die doet ook mee. Het is babyballet, dus die is kinderen met de pampertjes, maar wel met tutu. En die gaan gewoon meedansen. En de oudste? En de oudste is 35 plus. Dat is moedersballet. Dus dat is eigenlijk moeders van mijn leerlingen. Die zelf opgericht groep ballet voor volwassenen. Ik vind het heel spannend.
Maar ik vind het ook fantastisch wat gaat gebeuren. En ik wil allemaal oproepen, kom naar ons en ondersteunen ons met jullie bezoek. Zonder publiek, het is niet leuk te dansen. Dus wij zijn, ik en mijn productieteam en alle artiesten en natuurlijk 50 ballerines wachten op jullie. Kom en genieten met ons mee.